Erika Klein-Kanebar. Wij brengen jou in beeld voor horeca en beweging, maar jij hebt de horeca in beweging of in beeld gebracht afgelopen tijd. En je hebt ook een prachtig gedicht gemaakt voor de horeca. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, goed. Er was mij in de eerste lockdown al gevraagd of ik iets voor de ondernemers wilde doen in Ruurlo. Maar toen was ik zelf heel erg druk met mijn reis. Zoals jullie ook een reis hebben gemaakt, heb ik ook een reis gemaakt door Werkeland. En en toen dacht ik van nu wordt het tijd dat ik de horeca in beeld ga brengen. Zowel groot als klein. Ruurlo, vooral heb ik me gericht op Ruurlo. Maar het sluit natuurlijk hartstikke mooi aan bij de reis die jullie hebben gemaakt. Toen had jij een mooi gedicht gemaakt en dat werd opgepakt door Erik en Sandra van Mystic. Ja. En wat hebben jullie toen gedaan? Ik was onderweg op de reis door, Facebook, wil ik zeggen. Ja, toen zag ik het gedicht van Erika in deze. Ik denk, wow, dat is mooi. Dat raakt mij. Ik denk, daar ga ik een lied van schrijven. Dus heb ik Erika gebeld en gevraagd, mogen wij jouw tekst gebruiken? En dus op de koffie naar Erika en van het ene kwam het ander. Sandra gevraagd. Zei Sandra, gaan we ervoor? Op 1,5 meter. Ja. En wij gingen ervoor en daar hebben we lief van geschreven. Ik geloof. Nou, dan gaan wij zo beluisteren. Wij mogen dat namens de horeca in ontvangst nemen. En het is voor de gehele horeca in Nederland. Zeker, ter ondersteuning van. Dankjewel alvast. Wij gaan luisteren. Blijf ik dit keer bestaan, wat nog is zijn lege glazen, heb ze mijn moed volgedaan, laatste avondmaal gegeten, laatste rondje, wij zijn klaar. Sluimoordenaar, land in een geslopen, treft iedereen die kroeg meer open. Laatste rondje, wij zijn klaar, klaar om door te gaan. Het eerste rondje, staat al klaar. Yes, in ieder geval hele grote dank aan de horeca natuurlijk, want daar is dit ook op gebaseerd. En voor jullie is dit ook. En een hele grote dank aan Albert Bakker. Ook heel erg belangrijk.